Willy Broert-Friquin, vrienden, ja. Hij is veel in het nieuws de laatste tijd. Hij heeft problemen met zijn gezondheid. Nieuw boek uitgebracht. En overal op tv, overal zie je hem. En hij was de uitvinder eigenlijk, die Friquin. Want hij was natuurlijk gewoon een brutale boef. Dat is hij gewoon. Hij ging overal op af. Hij was natuurlijk de man van confronterende televisie. Dat deed onze Willy Broert. Hij ging gewoon met draaiende camera's af op Frank Sinatra, op de paus, op Prins Bernhard. En ja, het gebeurde allemaal. En dat programma heette toen De Week van Willy Broert. En op een gegeven moment was ik, na al die gasten, was ik ook aan de beurt. Ja, ja, beste mensen. Ik kreeg ook te maken met onze Willy Broert. En dat gebeurde net na de breuk van het duo Spaan Vermegen. Dat was zeg maar een maandje of zes later. En toen begon Willy Broert te bellen. Hey Harry, ik wil jou in de week van Willy Broert hebben. En ik wil gewoon een interview met jou. En ik zeg, Willy Broert, dat doe ik niet. Ik heb daar geen zin in een interview. Nee, ik wil al die details over die breuken, dat wil ik allemaal niet kwijt. En ik doe niet mee. Nou, en Willy Broert bleef maar zagen. Hij liet de redactiemensen bellen. En die begonnen ook weer. Ja, meneer, u moet meedoen aan de week. Ik zeg, ik doe niet mee. En uiteindelijk belde Willy Broert zelf weer. En ja, nee, meneer. Ik zeg, joh, haal hem op. Vergeet het nou. Zet het uit je hoofd. Ik doe niet mee. En niet heel veel later zit ik te monteren. Ik was bezig met regenjas. En ineens, in het montagehok, hup! Zwaait de deur open. De video-editor schoot weg. Oh, oh, oh. En daar stond ik. Hij kwam binnen, onze Willy Broert, met draaiende camera. Nou, en ik moest snel nadenken. Ja, wat ga ik doen? Ja, poeh, ga ik rennen? Ga ik lopen? En dan met die camera gaan ze achter je aan. En dan stap ik in een auto en dan tik, tik, tik tegen een raampje. En voor je het weet, zit je zelf in opgelicht. Dus ik dacht bij mezelf, nee, rustig, ik blijf staan. En Willy Broert, die kwam met het ene na het andere. Want ja, die had natuurlijk ook geen feiten. Nee, er was niks bekend over die breuk. Ja, er was een beetje gespeculeerd in kranten. En je had een beetje wat geroddel. Maar dat was het dan ook wel. En dat zei hij dan ook. Ja, het gerucht gaat. Zussen me, zussen me zo. Dan zei ik alleen maar. Nou, niks aan doen, Willy Broert. Aan dat gerucht. Een goed gerucht is nooit weg. En zo ging hij maar door. Ja, maar het verhaal gaat dat. Ja, zo. Ik zei nou, ook dat verhaal moet je gewoon in stand houden. En zo bleef ik maar antwoorden. En ja, uiteindelijk. Hij zei tegen mij, Willy Broert. Ja, dat heb je goed opgelost zo. Ik zei ja. Ik zeg, en je hebt er niks aan dit hele verhaal. Maar ja, hij heeft het toch uitgezonden. In de week, want het was natuurlijk toch de spanning van het binnenkomen en mij overvallen, maar daar bleef het dan ook bij. En eigenlijk was ik toen wel een beetje boos op Willy Broert, want ik denk, ja, dat moet je niet doen, collega's onder elkaar, moet je dat soort geintjes niet flikken. Maar ja, aan de andere kant kon ik ook weer niet boos worden op hem, want Willy Broert is gewoon een brutale boef, maar wel een hele leuke boef.